Speelgoedmuseum Deventer met eigenlijk een geweldige collectie speelgoed. Speelgoed voor kinderen natuurlijk, maar niet alleen voor kinderen. Eigenlijk hebben we een collectie speelgoed die voor jong en oud was. Iedereen was ooit kind. Iedereen heeft ooit met speelgoed gespeeld en is ermee opgegroeid. Maar we hebben ook spullen in de collectie die je eigenlijk meer kan zien als een soort huiskameramusement. Dit is voor Nederlandse begrippen verreweg de belangrijkste speelgoedcollectie van het land. Ook de grootste collectie van het land. En wij vinden het heel erg belangrijk dat we permanent ook voor het Nederlandse publiek de geschiedenis van spel en speelgoed kunnen vertellen. We staan hier in een van de populairste zalen van het museum. Dat noemen wij de transportzaal. Dat is de zaal waarin we alle vormen van speelgoed hebben verzameld wat eigenlijk transportmiddelen zijn. En als je door deze zaal loopt, van begin af aan, dan volg je eigenlijk de techniek. Je ziet hoe de techniek zich ontwikkelt. En je ziet in feite een weerspiegeling van het werkelijke leven. Want die techniek die zich ontwikkelde, die werd onmiddellijk gekopieerd in speelgoed. Het Speelgoedmuseum in Deventer is eigenlijk een museum waar generaties elkaar ontmoeten. Eigenlijk is een rondgang door het museum als een reis door de geschiedenis van de verbeelding.